De man van de ja-maar-stoel. En dat typeert hem eigenlijk voluit. Niks, geen ja-maar. Doen is zijn motto. En doen is wat hem betreft met veel inspiratie en energie de wereld beter en mooier maken met zijn techniek en kunst. Zijn ateliers staan in Waddinxveen en in Shanghai. Zijn werk is over de hele wereld te zien. De Tate Modern in Londen, het Victoria and Albert Museum, Tokio, Hongkong. Hij gaat het grootste kunstwerk van Nederland maken. Waar het komt te staan, wil hij nog niet zeggen. Ook ontwikkelde hij smart highways, zelfverlichtende snelwegen. Maakte de Lotus Dome in Lille, June in Rotterdam. En heeft een jurk ontworpen die als de draagster opgewonden raakt, doorzichtig wordt. Van Studio Rozengaarde, Daan Rozengaarde. Ja, het is heel wat. Amen. Zullen we beginnen met de ja-maar-stoel? Want ik zeg, dat is eigenlijk de... Het is niet je grootste werk, bepaald niet. Maar het is wel de kern van jouw bestaan, volgens mij. Wat is dit voor stoel? Ja, ik denk als Studio Rozengaarde, als een soort droomlab voor kunst- en techniekprojecten, zijn we eigenlijk geïnteresseerd in wat gebeurt er nou als die technologie uit dat beeldscherm springt? En hoe kunnen we innovatie en ervaring aan elkaar koppelen? En daarin maken we inderdaad van alles. Van interactieve mode tot aan slimme snelwegen met Heijmans. Ja. Maar wat het probleem is, is dat er kan heel veel. Hè. We kunnen dansvloeren maken die energie opwekken en dat soort dingen. Maar als je daarmee praat, heel vaak, soms vaak in Nederland, replyen dat mensen dat met de zin ja, maar. En dan komt er een soort vals sentimentverhaal wat eigenlijk niet interessant is. En dat werden we een beetje zat. Dus wat we deden is eigenlijk een stoel maken met een kleine stemherkenning erin. En op het moment dat je die twee verschrikkelijk creatief destructieve woorden zegt, krijg je een korte, maar vrij heftige stroomstoot op de edele delen. En dat werkt. Ja, dat werkt. Ja, dat werkt. Ja. Ik had gehoopt op een wat tactielere, wat lievere aanpak. Ja. Maar het is wel spannend. De jam 150 van bestellen? Ja. Ja, ik denk... Ik denk... Ik denk 150 stoelen naar Den Haag. Dat is Tweede Kamer, heel goed. Ja. Nee, dat lijkt me een goed begin. Nee, maar serieus, ik denk, er is enorm veel energie en kennis en innovatie in dat mooie Nederland van ons. Maar we moeten wel bereid zijn dat te gaan toe te passen. Ja. En die verbeelding en die fantasie weer gaan gebruiken. Ja. We gaan, dus de ja-maar-stoel. Dan gaan we even naar iets waarmee je alle kranten haalde de afgelopen weken. Namelijk een snelweg die niet verlicht wordt door de lantaarnpalen die ernaast staan. Die zijn er namelijk niet. Maar die zichzelf verlicht door de strepen die de markering van de weg zijn. Dat ga je in India proberen. Daar hebben ze helemaal geen geld voor wegverlichting. Daar zijn ontzettend veel ongelukken om die reden. En die zijn geïnteresseerd in jouw techniek. Ja. Kan je even kort vertellen wat het is? En misschien aan de hand van beeld kunnen we het laten lopen dat jij zegt wat het is? Slimme snelweg. Wat je hier ziet is een project tussen Rozengaarde en Heijmans, de wegenbouwer, waarin we nadenken, kunnen we wegen slimmer en interactiever maken? Verven die van kleur veranderen op basis van temperatuur, zodat er automatisch van die sneeuwvlokjes in het wegdek komen, zodat je ziet waar het glad is. Of hier verven die van kleur kunnen veranderen, zodat je van doorgetrokken streep naar stippellijn kan gaan. Hè, zodat het duidelijker is waar je moet werken. Of deze, een hele gave, overdag opladen, 's avonds licht geven, zodat je minder lantaarnpalen nodig hebt. Dus het is op een andere manier nadenken over mobiliteit en over landschappen. Ja, hier zie je hem glowen. Het lijkt zo eenvoudig, hè? Dank je. Maar ze hadden jou nodig, want we gaan in Brabant ook een stukje weg zo maken om te kijken of Nederland erin geïnteresseerd is. Nou, en ik denk dat is heel spannend. Hè? Rijkswaterstaat, we 1,5 miljard bezuinigen, moet dat. Wil onder andere verkeerslichten uitzetten. Ja, dat maakt het ook niet veilig op. Dus ik vind, we moeten niet minder doen, we moeten meer doen. En we moeten die kennis en creativiteit die er in Nederland is gaan toepassen. Zie je. Ja. Ja. En hoe laat dat op? Waarom krijgt het licht midden in de nacht? Waarom zie ik ineens een groene lichte streep? Oh, nou ja, smart highway, het zijn eigenlijk 20 ideeën. Je ziet er nu even 3, 4 voorbij komen. Eén is inderdaad een soort, je kent het wel als een kind, die glow-in-the-dark verf. Hè, op je plafond, die sterretjes, ja, toch? Ja, precies dat. Nou, dat hebben we tot een net niet radioactief level doorontwikkeld. Ik zou er niet aan likken, maar dus overdag opladen, 's avonds licht geven. Maar bijvoorbeeld ook een hele spannende is een priority lane voor elektrische auto's, zodat die automatisch zich opladen als je er overheen rijdt. En dit zijn ideeën die we willen toepassen binnen de komende 3 tot 5 jaar op bestaande wegen. En ja, het is nog maar het begin van nadenken over die nieuwe landschappen. Ja, hartstikke. En het is heel tof om met de Heijmanslui en de Rozengaarde, de engineers, De wegbouwers, de wegmakers. Ja, na te gaan denken over hoe ziet die Route 66 van Nederland, van Europa eruit. Volgende onderwerp, want we hebben te veel te bespreken. Okay. De lotusbloem in Lille. Ja. In een kerk in Lille. Ik geloof dat er nooit een kip kwam, behalve de gelovigen. Absoluut. Die is nu zeer druk bezocht vanwege dit... Dit schatje. Dit schatje, deze bloem die jij er hebt neergezet. Want dat is het wonder van deze bloem. Dit is een folie die we van NASA hebben gestolen. Die op basis van warmte eigenlijk zichzelf openvouwt. En dus je ziet hier, je staat in de kerk. Waar je loopt, valt het licht erop. En daardoor vouwt het folie zich open.
En daardoor kan je eigenlijk de architectuur opnieuw zien, opnieuw ervaren, een soort tweede laag. Ik heb hier ook een klein stukje. Ik vind het wel even leuk om het even te zien. Dus dit reageert op warmte. Ik heb even je hand nodig. Dus als je nou... Spannend. En dan even met je warme adem. Even dichterbij. Sorry, gewoon echt even zo. Hier. Kijk. Hij gaat open. Ik weet niet wat ik met mijn adem heb, maar... Zie? Jawel, je hebt wel... Kijk, zie. Ja, het gaat mij eigenlijk open. Oh ja, bij jou gaat het veel beter. Dus, en als je hem neerlegt op tafel, zie je, dan vouwt hij zich weer terug. Dus dit is eigenlijk natuur en technologie met versmel. Dit is technopoëzie, zo noemen we dat. Dit is technopoëzie, dat we het even weten. Ja. In kapitalen geschreven. Ik wil even met je praten over het grootste kunstwerk dat Nederland gaat krijgen. We moeten geheimzinnig doen over de plek. Ja. Het is 7 kilometer lang? 7,5. Minstens. Dus ik heb een vermoeden. Dat zijn de wegen in de Flevopolder. Dat is of de Maasvlakte of dat is de Afsluitdijk. Of de Maan. Of de Maan, bij wijze van spreken. Maar je kan laten zien wat je gaat doen. Je gaat namelijk tussen, in mijn taal, hè, tussen de windmolens die we inderdaad zien staan. Die steeds reusachtiger wordende dingen. Ja. Ga jij een spel spelen? Ja, nou, we zeggen eigenlijk iedereen wil duurzaamheid. Maar niemand wil windmolens in zijn achtertuin. Vind ik raar. Hè? Je moet nadenken over nieuwe toepassingen. En dus letterlijk windmolens die al worden gebouwd verbinden met een soort lijnen van licht. En dus hoe meer wind er eigenlijk is, hoe meer lijnen erbij komen. Zodat je eigenlijk een soort van die prachtige matrixachtige figuren krijgt. Dus het geeft eigenlijk de windvorm. Niet te geloven. Dus hoe harder het waait, hoe harder die molens draaien, hoe meer lijnen we erbij zien. Komen, ja. En dan krijg ik van heel rustig tot aan hele complexe figuren. En het is een soort soft icoon. Hè? Ja. Mooi. Waarom mogen we eigenlijk niet weten waar het komt? Sorry? Waarom mogen we niet weten waar het komt te staan? Waar moeten we heen rijden als het waait? Dat houdt het spannend. Nou, ik denk dat je dit schatje niet gaat missen. Dus stay tuned. We moeten een beetje spannend houden. Stay tuned, wel goed. Ja, geweldig. Nou, dat is nu voor Nederland zo belangrijk dat dit soort creativiteit ook ons weer op de kaart zet op een positieve manier. Dat vind ik echt schitterend. Ja, en dat merk je ook. Nederland wil kennisland, topsectoren, creatieve industrie. Ja. En juist samen nadenken over hoe willen we dat die wereld eruit ziet. En ook internationaal wordt het enorm opgepikt. En ik ben heel trots om daar een soort onderdeel van te zijn. En samen met geweldige ontwerpers en techneuten en modeontwerpers en architecten dit soort dingen te realiseren. Als al die beroepsgroepen dan dus samen hun kennis gebruiken, dan krijg je iets veel meer dan dat ze het allemaal op zichzelf Geen blijven ja doen. Maar meer. Ja, laten ja, we maar dat gewoon afspreken. Of zal die goed verkocht worden morgen, vind je niet? Laten we hopen. Sinterklaas voor de deur, een ja maar stoel. Dan kan je goed op rijmen ook, denk ik. Precies. We gaan naar, ik zal niet zeggen pièce de résistance, want dat is misschien het grootste kunstwerk van Nederland. Maar vind je deze het spannend, persoonlijk? Jij? Vind ik spannend. Ja, eens een idee. Dit is een jurk die doorschijnend wordt verteld. Intimacy is een project wat eigenlijk onderzoek doet naar intimiteit en technologie. Hè. Laten we weggaan van die iPhone kijken en dan meer tactiel maken. En dit zijn jurken die een transparantie worden, afhankelijk van hoe intiem je ermee wordt. Dus ik zou zeggen, Matthijs, doe je dit. Nee, laat ik dan nou... Nee, ik ben steeds te klos, deze hele week al. Ik zal het heel even... Ik hou me even in. Want dit is te beginnen al een mooie jurk, denk ik. Als we dichterbij komen, zie je, dan zie je hem ademen in de hartslag. Heel gaaf. Nog even opnieuw, Daan. Wat gebeurt er? Als er niemand is, dan ademt hij eigenlijk. Zie je, heel rustig. Rustig. En op het moment dat ik iets dichterbij kom, dan... Gekoppeld aan de hartslag eigenlijk, gaat hij steeds... licht geven, ja. Oké. Je ziet het ook daar op de film. En we zijn nu bezig met een pak voor mannen. Met name voor politici. Dat vindt u misschien wel interessant. een pak voor mannen wat transparant wordt als je liegt. Dat lijkt me ook een hele... Kijken hoe de toekomst er dan uitziet. Fantastisch, ja. Dit lijkt mij volstrekte utopie wat je nu zegt. Ben je serieus? Een pak wat doorzichtig wordt als je liegt? Ja, natuurlijk kan dat. Dat kan natuurlijk niet. Waarom niet? Ja, hoezo wel? Ja, hoe gaat het dan? Ja, je kan toch detecteren als je liegt? Met een leugendetector? Ja, een klein zweetdingetje. En we zijn inmiddels zo ver dat we letterlijk in ons naki staan als we liegen. Als je zou willen wel. Ja, het is de vraag wat we daarmee willen. Hè. Dat is natuurlijk een collectieve vraag. Weer 150 pakken kopen of niet? Maar ik denk je kan George Orwell doen. Hè. Je kan domineren, je kan onderdrukken. Maar je kan ook Leonardo da Vinci. Je kan meer mensen en je kan dingen bevragen. En dat is de rol van de kunstenaar ook. Om de wereld te bevragen en met nieuwe voorstellen te komen. Ja. Deze jurk is schitterend voor premières. Ik zie hier een rode loper bij. Nu absoluut, al is hij hangt die
gewoon in de winkel? Of is dit echt nog... We zijn nu met een limited edition met jonge Nederlandse modeontwerpers. Daar maken we dit mee. En die worden inderdaad verkocht aan West Coast USA... die het echt op de rode loper lopen. Bijvoorbeeld ook een voice recognition... dat het alleen maar werkt op de stem van een vriendje. Dat meen je niet. Ja, dan krijg je heel raar... als je dan ruzie hebt op een feestje. Dan krijg je echt... Maar het toont gewoon de mogelijkheden van technologie, van poëzie... en het toont gewoon hoe die wereld langzaam gaat veranderen. Ja. Ook spannend. Denk ik, als het om medicijnen gaat... je zou ook iemand kunnen beschermen doordat zijn pak gaat reageren... als zijn bloeddruk te hoog wordt. Ja. Of, dat zijn alle... hele interessante dingen. En net zoals met zo'n lotusfolie... Ja, van namens de patiëntenfederatie is dit meteen een... Ja, of zo'n lotusfolie. Kijk, je kan hem toepassen op kassen, dat het overdag openvalt... en s'avonds weer dicht gaat, heb je geen lichtvervuiling meer. Weet je, er zijn heel veel mogelijkheden. Ja. En dat is wat ik wil. Investeren in je dromen. Daan, kom je af en toe terug? Tussenstanden. Vind ik leuk. Zo 3 keer per jaar. Dan vertel ik je misschien waar die mooie lezenlijnen komen. Dankjewel. Okay, leuk. Tot zover. Tot morgen. Yes. Hey, wat leuk.